We gaan even bijpraten over de trending muziek van de afgelopen week. Miguel. Yes, ik heb een aantal nieuwtjes meegenomen. Het is niet per se zozeer over muziek, maar wel leuke nieuwtjes over artiesten die onlangs zijn uitgekomen. Oh. Ja. Dakota Johnson, heb je 50 Shades gezien? Nee. Heb jij hem gezien, Toon? Nee. 50 Shades of Grey? Nee. Ik heb zelfs een paar in de bioscoop gezien. Gênant, hè? Ja, best wel. Ja, die heeft haar debuut als regisseuse gemaakt. Ze is namelijk verantwoordelijk voor een nieuwe versie van de videoclip van het nummer Cry, Cry, Cry van Coldplay. De band van haar vriend Chris Martin. Het nummer is afkomstig van hun laatste album Everyday Life. Zij gaat dus de clip daarvan regisseren. Normaal gesproken is zij actrice. En nu gaat ze dus voor haar vriendje, heel schattig, Chris Martin, de clip maken. Leuk, toch? Nou, schattig. Ik dacht echt nog steeds als Chris Martin met die hele gekke was die, zeg maar, gekke kaarsen verkoopt in de geur van de kut. Zo. Oh, ja. Gwyneth Paltrow. Oh, ja, ja. Die van Romeo en Juliet. Is dat Shakespeare? Dat zou echt heel goed kunnen. Maar die is echt in ieder geval helemaal gestoord. En ik dacht dat zij nog Shakespeare waren. Heb je die kaars ondertussen al een keer geroken? Nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ja, gast. Hoe, vraag me dan wel meteen af. Of vaak kunt ook naar een kaars ruiken. Ja, één ding is wel zeker. Het is wel een kutgeur. Ik denk wel dat je dat in 50 Shades al tegenkomt. Nou, ik ga nog steeds niet kijken. Er wordt ongetwijfeld met kaarsen gespeeld. Tenminste, ja, klopt. Ik kijk jou klopt. Aan. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, met wat kaarsvet. Ja, zeker. Oké, we gaan even door naar het tweede nieuwtje. Het derde album van Sam Smith, die zichzelf tegenwoordig als non-binair ziet. Dat is ook alweer iets. Die wordt uitgebracht op 1 mei. Hij heeft dat gisteren of donderdag bekendgemaakt. Het nieuwe album van de artiest zal de titel To Die For krijgen. En wat ik mij dan afvroeg, hè. Sam Smith die maakte voor de vorige Bondfilm was het volgens mij de titelsong. En dit jaar heeft Billie Eilish die gemaakt. Daar gaan we het later nog meer over hebben. En met de naam No Time To Die. Zou dit misschien een keiharde sneer zijn naar dat nummer van Billie? Dat hij zegt van To Die For, het is om te sterven of zo. Dat vroeg ik me vind af. Ik wel heel ver gezocht. Nee, maar dat zou toch kunnen? Nee. Ja, je kijkt mij aan alsof ik wil jouw mening ervoor. Alsof ik A weet wie Sam Smith is en B of ik ooit muziek van Billie Eilish geluisterd heb en C of ik de laatste 10 Bondfilms heb gekeken. Nee, dat is geen goede... Ik ben echt een hele slechte bijdrager als het gaat om popmuziek. Geen betrouwbare bron dus. Absoluut niet. Het laatste nieuwtje, de allerleukste. Het is een hele korte ook. Het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio is bekend. En welke denken jullie dat dat... Afscheid nemen bestaat niet. Hou me vast van Volumia. Afscheid is het. Afscheid van Volumia. Wow, hoe dan? Ja, echt waar. Wow. Is het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio. Oké. Maar is dat een liefdesliedje? Het is een. Pff, ik heb echt geen afscheidsliedje, hoor. Liefde die voorbij is. Afscheid. Nee, is dat trouwens die? Nee, afscheid nemen bestaat niet van Marco Bassato. Ja. Pff, ja ik ben heel slecht in Nederlandse muziek, hoor. Zet hem op, zoek hem op. Ja, okay. Zet hem op. Ja, had je op zich van tevoren even kunnen doen. Als je met dit feitje kwam, dat je dacht, afscheid van Volumia. Ja. Ik kijk even. Nou ja, ik had eigenlijk geen zin om daar iets aardig te besteden. We staan al buiten, de achterklep slaat dicht. Oh, natuurlijk, ja. Zeg dat je niet... Heel raar. Ja, zeg maar af. Ik heb het gehoord. Ja. Voordat we alle luisteraars kwijt zijn. Ja, precies. Nee, moeten we het hebben over die verrassing van nu? Of moet dat later? Of wat gaan we doen? Nee, zou ik later doen. Later doen, ja? Later doen. Oké, dan is het gewoon tijd voor de boodschappen. RN7. Let me show. So dream from me.